De gemeente Beuningen gaat geen milieueffectenrapportage aanvragen bij de provincie om uit te vinden of Wuurt last krijgt van de geplande windmolens op het Engie-terrein. Dat is besloten nadat dinsdag een motie daarvoor het niet haalde in de Beuningse gemeenteraad. Fractievoorzitter Frans Hoebe van GroenLinks heeft moeite met de redenering van het college. De wethouder die zei dat hij er eigenlijk weinig voor voelde om naar andere overheden toezienswijzes in te dienen. Dat vind ik niet zo'n heel sterk argument, want er zijn genoeg overheden, zeker ook als het om windenergie gaat, die dat wel doen. Verantwoordelijk wethouder Pieter Klein van coalitiepartij Beuningen Nu en Morgen geeft aan dat het rapport niet noodzakelijk bleek na het zien van de plannen voor het terrein. We hebben als gemeente Beuningen aan de voorkant al een reactie gegeven op het ontwerp wat er lag. Dus daarin hebben we ook gevraagd van is het wel of niet noodzakelijk dat er een vormvrije mer plaats moet vinden. De provincie heeft daar in haar reactienota heel duidelijk aangegeven waarom dat niet nodig is. Het heeft ook te maken met de onderzoeken die al gedaan zijn op het gebied van geluid, industrielawaai, dus ook slagschaduw. Dus daar is al goed naar gekeken in het kader van de omgevingsvergunning. Dus die onderzoeken zijn allemaal al gedaan. En ook die tonen aan dat een mer of een vormvrije mer niet noodzakelijk is om de vergunning te verlenen. Waarom het college geen onderzoek wil, weet Hoebe niet exact, maar hij heeft wel een idee. Misschien dat hij bang is dat er een goede relatie met de provincie of met de gemeente Nijmegen, dat die daardoor kan schaden. Ik weet het niet. Volgens De Klein zijn er inwoners van Wuurt die zelf een zienswijze in gaan dienen bij de provincie. Daarom heeft de gemeente dan alsnog een zaak bij de Raad van State. Mochten er andere effecten zijn dan momenteel aangegeven worden. Nou, mocht er dan toch nog iets zijn wat misschien waar niemand aan gedacht heeft, maar wel een aantal inwoners van Wuurt, dan is er in ieder geval een Raad van State zaak. En dan zal de Raad van State uiteindelijk besluit nemen of de realisatie wel of niet door kan gaan.